Ja, een hele goede morgen deze morgen. Kijk wie daar aankomt. Is dat Roderick? Ja, met Max. Ja. En nogmaals, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 4 april. Het is 9:10. Max en Roderick die komen er aanlopen gezellig. Roderick is nog niet helemaal wakker. Maar alsnog zeggen we allebei... Welkom bij deze gloednieuwe vlog, alweer voor de derde keer. En heel veel kijkplezier gewenst. Kijk, haar is lekker kluiven. Heerlijk. Ja, die grote botten, daar doet ze het nog lang mee hoor. Toen was ze nog puppy en dat ze hem kreeg. Ja. Toen was nog een pup, een kleine puppy. Deze grote pup die ligt ook lekker en die heeft de kussen eventjes naar beneden geflikkerd. Hey! Grote pup van mij. Hey meisje. Je bent ook nog steeds lief hoor. Ik hou voor jou. Zeg maar vrouwtje, ik hou ook voor jou. Ja. Yeah. Oh, dat is lief. Zo, voor de mensen die nog niet bekend zijn met de toon, ga ik eventjes de toon uitleggen. Ja. Dus, ik zou zeggen, ik hoop dat jullie ervan kunnen leren. En mocht er vragen zijn, stel ze dan even hieronder. Zo, de toon uitleggen. Ja. Waar beginnen we? Gewoon bij het begin. Ja. Hij is aan. Mijn toon, omdat ik dus mijn kachel aan heb, ook omdat ik het koud heb, kunnen jullie ook wel zien. Maar even dat terzijde, ik ga dus de toon uitleggen. Hier zien jullie dus de tijd. De stroom wat ik dus nou verbruik. Het gas. En hoe warm het buiten binnen is bedoel ik. Dus, dit hebben we al even gehad. Maar als ik er dus nou op ga klikken, tikken, met mijn vingers, nou op mijn pink. Dan gaat het dus hem verlichten. Dan zie je ook wat meer keuzemenu's. Ik heb hem dus nou thuis, maar ik kan hem ook dus op weg of op slapen of op comfort doen. Dus als ik dat doe, gaat hij ook wat anders doen. Kijk, gaat dus in één keer mijn kachel dus naar 16 gooien. Als ik nou zeg op thuis gaat hij op 19. Maar ik wil hem gewoon even op 20 hebben. Klaar. Ik doe lekker op 21. Helemaal goed. Zie je dus ook een pijltje dat hij dus naar boven gaat. Ik zie hem ook hier al straks. Een dingetje op rood. Als het goed is. Maar we gaan hem verder behandelen. Kijk, dan gaat hij dus branden. Inderdaad. Maar inderdaad, wat ik net al zei, we gaan hem verder behandelen. Net in het donker zagen jullie dus mijn gas voor vandaag. Mijn stroom voor nu. De tijd en de datum. En buiten. Die wou ik net niet hebben, alleen ik tik hem per ongeluk aan. Gaan we eerst naar Hoek van Holland. Gaan we daar naartoe. Gaan we daarop klikken. Zien jullie dus vandaag, morgen, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Het is een landelijke voorspelling. Dus het hoeft niet alleen maar hier te zijn. Hij zegt hen dat het hier regent. Nou, ik zal zo meteen wat laten zien. Het regent hier niet. Nou, dan kunnen we dus ook nog naar details toe gaan. En we willen helemaal... Temperatuur, luchtvochtigheid, zonopkomst, zonsondergang. Gaan we naar terug. Als we dat nou overal hebben, dat hebben we helaas niet. Nou, dan gaan we weer naar het huisje. Dan gaan we nu naar de tijd. Kennen we niet zo heel veel. Zie je? Al druk ik de tijd 10.000 keer, maar dat kan niet. Nee.
Gaan we nu naar stroom? Die pakt hij wel. Hij staat dus nu hier op watt. Wat jullie wel kunnen zien. Gemiddelde laagst verbruik, normaal tarief, laag tarief. Ik zit dus eigenlijk lekker op laag tarief. Overdag zit ik op de normaal tarief. Nou, dat vind ik netjes. Nou, dan gaan we naar dagen. Het even inladen. Nou. Nu kan ik dus ook naar de euro toe. Dat vind ik persoonlijk prettiger om dan te zien hoeveel ik verbruik. In de euro-standen. Kijk. Dat is dus vandaag. Dagen. Dinsdag. Het is nou woensdag. Ik kan ook daarop klikken hoor. Maakt niet uit. Gaan we naar weken. Heel kort aanklikken. Week 14 zitten we nu. Gaan we naar maanden. Kijk. Dat is mooi. Dit is dus mijn stroom. Gaan we nou naar het kopje gas. Kijk. En hier al hebben we dus 2018. Nou, en zo kunnen we dus ook naar... Nou, hier hebben we dus dan maart. €50. Gas. Als we weer naar stroom toe gaan, 50. 60, 70. Iets van 70. Nou, dat vind ik netjes. Maar ik hier heb hier al in januari heel veel verbruikt. Nou ja. Nou, dan hebben we ook weer februari. Weken. Hebben we ook gewoon weer. Maakt niet uit. Helemaal niet erg. Nou, dan gaan we weer naar het huisje. Ik zeg het huisje. En hier zie je dus allemaal kleine vakjes. Daar druk ik op. Kijk, dan wordt die ook verlicht. Zie je allemaal dingetjes. Je kan naar programma, maar ik ga nu even inderdaad ook naar programma. Je hebt dus inderdaad programma, temperatuur, vakantie. Grafiek, statusverbruik, vergelijken, profiel, berichten, cv-ketel, bedieningsopties, weerinstellingen, toonsupport, rookmelder. Want die kun je aanschaffen, maar daar betaal je wel even wat voor. Nou, dan gaan we naar programma. Die kun je helemaal zelf instellen zoals jij dat wil. Ik druk even op de i. Kunnen jullie namelijk even zelf lezen. Dan ga ik de volgende. Zo, en dan gaan we weer naar de volgende. Nou, en dan gaan we nog een keertje naar de volgende, de laatste. Als je hem pakt, zeg ik. Ja, nu wel. Nou, dit hebben we dan alweer behandeld. Dus via dit, als je hem op aandoet, dus zoals wat ik nu even doe voor jullie, doe hem dan weer gewoon uit. Kun je hem hier alweer allemaal op aanpassen. Dus dan ga je gewoon heel makkelijk naar instellen. Doe hem weer uit. Dan ga ik weer naar die dingetjes toe. Want als je hier naar temperatuur gaat, kun je alles goed instellen. En als je dit dus instelt,
heb je hem ook goed op jouw app in jouw telefoon. Weer naar die hoekjes toe. Hoe blijf je bezig? He, helemaal top. Nou, grafiek hebben we net gehad. Nou, stel je gaat op vakantie. Nog geen, kun je ook dus helemaal instellen. Naar jouw keuzes en wensen. Kijk, als ik zeg instellen. Helemaal dus wat ik al zei. Als je gaat vertrekken. Stel je gaat morgen vertrekken. En als je terugkomt. Maar die hebben we niet nodig. Ik dan niet, in ieder geval. Nou, vergelijken. Ja. Ik heb dan wel vrienden volgens mij. Ja. Kijk, week. Ik zit heel slecht hoor mensen. Ik weet het. Ik zit heel slecht momenteel. Yep. Maar wil je mij gaan volgen? Of ook dat gaan doen? Ik zou zeggen. Zet dat even in je display. En dan komt dat ook helemaal goed. Vriendenlijst. Kijk. Ik ga even terug naar het huisje. Even weer daar naartoe. Dan gaan we naar vergelijken toe. Nou, en dan zeg ik hier over vriendenlijst. Jullie hebben nou net, als je dus op jouw profiel gaat klikken, heb je dus dat code. En dan kun je hier op uitnodigen klikken. Of vriend toevoegen. Nou, vriend, kijk. Zie je? Moet je ook dus mijn postcode hebben. Dus mocht je die willen weten, stuur mij eventjes een pb'tje. En dat is het leukste. Je kan met elkaar kijken van hoeveel je verbruikt. En dat vind ik wel grappig. Ja. Je krijgt hier altijd de berichten te zien. Van wat je dus verbruikt. Per maand. Software-updates. Je krijgt alles te zien. En als je dus een bericht krijgt. Krijg je hem dus ook hier boven in het schermpje. Dus dat is ook wel erg makkelijk. CV-ketel. Kijk, ik moet nog een paar wat dingen invullen. Maar dat komt ook helemaal goed. Als je het weet. Benedingopties. Maar die even behandelen. Nou, die heb ik dus niet. Dus dat is ook niet voor mij nodig. Dus die kan ik ook niet behandelen met jullie. Nou, het weer hebben we net gehad. Instellingen. Nou, scherm. Geen storingen. Als er wel storing is, dan krijg je dat ook vanzelf te zien. Scherm. 50% dimstand na 1 minuut. Scherm uit bij slapen of weg. Nou, plaatsing thermostaatpaneel. Nou, bij mij rechts. Ik vind het prima. Zover. Nou, herstad. Verwarming. Warm water. Nou, internet. Ideaal. Energiemeters. Even naar beneden. En productversie. Nou, en dan krijg je hier ook dus je... In eco-code weer. Ja. Maar ze hebben hier dus ook toonsupport. De Eneco vraagt alleen, stel je hebt problemen met je cv of met je gas of stroom. Dan vragen ze even of je hem even aan wil zetten. Zodat ze een beetje mee kunnen kijken. Maar ze doen hem ook weer uit voor je. Maar daarna kunnen ze hem ook er niet meer zelf aan doen. Nee.
Dus dat is wel makkelijk. Rookmelder heb ik niet. Kijk. Dan moet je hem ook weer kopen bij ze. Heb ik geen zin in. Maar daar naartoe. Tegel toevoegen. Kijk. Dat ga ik allemaal doen. Nou, en daar heb ik dus geen zin in. Nee. En wat is stoom? Gaan we die ook nog even doen. Start de rondleiding maar. Want ook die tegels kan je zelf bepalen waar je hem wil hebben. Als ik te snel ga, dan kan je beter mijn filmpje even op pauze zetten. En dan de ene laatste. En dan de laatste, but not at least. Nou. Heb je interesse? Of heb ik jouw interesse getoond? Ik zou zeggen, neem contact op met de Eneco. En nee, ik word hier niet voor gesponsord. Nee. Maar neem dan contact op met de Eneco en vraag om de voorwaarden. Ik zou zeggen, heffen. En ga geld besparen. Dank jullie wel. Nou. Toen liep ik alweer buiten. Ik ga nou weer Roderick ophalen. Ook erg gezellig. Met Max. Ja, kijk je dat we daar weer lekker naar ons in. Ja. Dus het regent een beetje. Het was net een beetje aan het rommelen. Loffie heeft het goed gedaan. Want morgen heb ik een cursus op school. Leuk. Ja. Dat vind ik wel tenminste. Ik vind het wel een beetje spannend. Maar oké, dan mag ik de pret niet drukken. Maar dan ben ik ook voor het eerst, sinds dat ik Lovely heb, lang van huis weg. En dan moeten ze het proberen vol te houden. En ik heb het vandaag eigenlijk een beetje uitgetest. En dat heeft ze goed gedaan. Dus ja. En morgen ben ik rond 4:45 thuis. Maar vanaf 10:45, 11:30 of zo. Dus ja, dat wordt eventjes voor mijn gevoel even niet echt lekker. Maar nu was ik wel eigenlijk de hele dag thuis. En ze heeft het goed gedaan. Ik ben trots op die kleine meid, daar ook. Kijk, Lady, die kent het al wel hoor. En die grote dame van mij. Maar die kleine... Maar ja, die moet het nog even leren om even wat dingetjes soms een beetje in te houden. Maar het gaat steeds aan de goede kant op. Vele malen beter. 'S Nachts is het droog. Los, want het is allemaal peurschuim. Zo. Ja. Het zonnetje wil wel weer een beetje doorbreken. Maar ja, ik ben trots op die kleine. En ik hoop jullie ook op haar. Want jullie hebben wel haar eigenlijk ook zien opgroeien, toch? Dus ja. Zometeen zien jullie Roderick weer. Kijk, en weet je waar ik nou vrolijk van word? Gaan jullie zometeen zien. 3, 2, 1. Kijk, dat staat weer lekker mooi in bloei. En het zonnetje schijnt. De lucht is nog niet blauw, maar wel bewolkt. Maar kijk eens hoe mooi dit staat, hè. Ja,
Ik vind dat weer mooi. Alles staat, alles komt weer een beetje mooi in bloei. Het wordt weer lente, mensen. Oké, het regent een beetje, maar... Vandaag op de woensdag, maar... Het is lekker. We mogen niet klagen. Nee! Ga Roderick halen. Hebben jullie er zin in? Ja! Nee, we lopen weer in het park. Ja. En die maloot is er ook weer bij. Ja! Hartstikke idee. Nee, ja, joh. Vliegstel. Hier mag jij niet rijden, vriend. Je bent wel zeker. Ja, weet het. Wil je even lopen, Rob? Landgoed. Ja, dat is dit, maar... Landgoed Marlotte is dit, maar je mag hier niet rijden. Max, kijk eens! Max! Als je maar daar niet naartoe gaat. Hier is het goed. Niet weet ik veel. Ja, Max, kom maar. Spelen, zeg maar. Ik wil... Ja, tuurlijk is hij daar. Ik dacht, hier waren. Hey! Alles is optisch bedrog. Ik dacht dat ze daar waren. Hey, maar was dat een mooie Tesla hier, Ronet? Mooi, het land van Marlo. Marlo, nee, niet en niet Marlo, Marlot. Ja, Marlo. Nee, nee, gewoon Marlot. Hij zei Marlo. Ja, Marlo, dat is heel fijn, maar we zitten hier niet ergens in, weet ik veel waar, ver weg is dan. Hé, hey, kerel, ja, maar ik wil achter Loffia, die is leuk. Oh, maar dit is leuk. Dit is goed. Oh, ja hoor. Ik ga er nou ook niet tussen zitten. Ik moet het zelf gaan leren. Oh, waar heb jij ingerold, zeg? In de stront of zo? Lovely. Kan rennen. Hé, vriend. Loffie, kijk eens. Nee, achter Loffie aan. Hij blijft tenminste in de buurt. Hoe vind je dat? Een hele verandering ten opzichte van eerst, ja. Mooi, hè? Nog steeds een beetje... Ja, wat? Wat? Een twijfeltje, maar... Ja, bij jou, ja. Ja, bij mij altijd. Ja, maar bij mij ook. Maar als hij maar niet op Lovely gaat rijden, want dan moeten we heel snel wezen. Ja, ze zitten nu toch een beetje te stoeien. Ja. Dus dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar als jij nou wat leert wat harder te praten, in plaats van zachtjes, want anders horen ze je niet. Ja, denk hard te praten, ja. Hey kerel! Heb je koekjes bij je? Oeh, koekjes! Ik ga gewoon naar het water even kijken wat ze dan doen. Nee! Ja, maar kijk, maar ik ga nu continu een klein stukje verder. Ja. Ook voor Max. En dan kun je hem daar weer aanlijnen. In plaats gisteren, daar. Nu gaan we hem daar weer aanlijnen. Ja, nou en? Ben jij van suiker? Nee. Dat was de wet, daar heb ik hard van. Ja, nou mooi. Hier is eigenlijk die regen die ze gisteren voorspeld hadden. Ja, dat is fijn. Kom! Kom mee! Hey! Ja, water! Ja. Oeh, dat is een mooi kindje. Max, kom maar. Oh ja, goed zo. Nee, laat. Laat hem eerst even één dag geven. Goed zo, ga maar het water in. Ja! Goed zo! Lady hier blijven, of daar ook, maar wel in de buurt. Zo!
Lovely heeft even lekker gezongen. Ik heb er gewoon even in gedonderd. Dat vond ik leuk. Ja. En ze vindt het leuk hoor, zwemmen. Daar niet van, want ze kan het. En ze doet het ook zelf. Alleen daar waar het even wat ondiep is. Ja. Nee, dieper bedoel ik. In plaats ondiep. Daar heb ik er eventjes in gegooid. Ja. Yep. Maar ze vindt het leuk zwemmen. Ja. Maar ik heb gelijk tijdig een vraag aan jullie. Wat zouden jullie nog willen weten, zien vanuit mijn leven? Ja, school kan ik sowieso niet filmen. Nee, mag niet. In verband met privacy en van de kinderen. Dat is logisch. Maar wat zouden jullie willen zien? Of nog weten van mij? Ik zou zeggen, weten jullie een leuke ding of weet ik veel wat? Of ga zo maar door. Schrijf het even hier of onder in de comment. Vinden jullie deze vlog nog steeds leuk? Ik zou zeggen, doe vooral sowieso een leuk blauw duimpje. Rood, oranje, geel, paars, roos. Blauw duimpje omhoog. Ja, gewoon een duimpje omhoog. Ja. Welke duimpje kleur je het wil geven, je moet dat lekker zelf weten. Maar ik vind het prima. Nou, wij lopen dus nog even. We gaan dus al richting huis. Maar, ik wil jullie wat laten zien. Het is leuk. Ik ga even een beetje inzoomen. Maar zien jullie achter die groene, moet ik even kijken waar mijn pink is. Hier, achter die heg. Daar zit het koninklijk huis en wat nou nog in aanbouw is. Ja. Is dat de toren? Ik moet even denken waar die huis staat hier op dit moment. Want ik zie nou wel twee masten, maar ik weet niet of dat het hun huis is. Daarachter, hè? En met die andere mast zeker, of niet? Als het goed is, is er geen mast zichtbaar. Maar die masten staan verder op de stad in. Oké, die staan dus verder de stad in. Oké. Maar wel achter die bomen daar, hoor. Daar woont, nou ja, daar gaan dus de koninkhuis. Ja, het koninkhuis. Ro, laat me even lekker uitpraten, wil je? Goed. Dank je. Lekker ingezoomd. Ja, wil je me even uit laten lullen? Ja, praten? Of wil je wat zeggen dan? Nu niet meer, nee. Jammer. En ga lekker zelf filmen, ja? Top. Ja, even gaan filmen dan. Gewoon niet te filmen. Nee, maar daar komt dus Willem en Maxima en de kinderen te wonen. Ja. Lekker om de hoek. Gezellig. Nog even en we kunnen... Hallo allemaal, welkom dat je er bent.